Zo'n 2 jaar geleden kochten Paul Cox en Marcel van der Weijden een nieuwbouwhuis in Ewijk. Met vrij uitzicht, dachten ze. Totdat ze een paar maanden later in de krant lazen dat er een zwembad voor de deur zou komen. Wij hebben het huis 1,5 jaar terug gekocht hier. En in een mooie landelijke omgeving. Mooi aansluitend op het landelijk gebied. En wij hoorden, denk ik 1,5 jaar later, kregen we te horen dat er een zwembad zou komen via de media. En dat hebben we ook teruggelegd bij de verkoper. Die zei van, ik wist het ook niet. Dus dat was voor ons echt een totale verrassing. Toen hebben we de gemeente ook benaderd en gevraagd van, wat speelt er, wat is er, waarom wordt er niet geïnformeerd? Je zult toch enige vorm van transparantie moeten geven. En ja, na dat bericht pas, toen kwam, werden we benaderd van, jongens, er is een raadsvergadering, jullie zijn weer uitgenodigd. We hebben een uitleg gehad en daar werd ook nog eens keer duidelijk vermeld van, jongens, jullie worden betrokken bij de plannen. Maar ja, we worden eigenlijk niet betrokken, we worden alleen geïnformeerd. Nou heeft een van de bewoners contact met ons opgenomen omdat hij eigenlijk vindt dat hij aan de voorkant dat voor hem er te weinig participatie is. Wil je daar commentaar op geven? Nou, ik deel die mening niet. Ik vind dat wij op het eerste moment dat we de mogelijkheid hebben kunnen om hun te informeren en de wensen en bedenkingen op te halen, gepakt hebben. Dat is namelijk diezelfde avond dat het stuk naar de pers en naar de raad is gegaan. Dus hoeveel eerder in het proces kun je betrokken worden? Los van meedenken over de inrichting van het sportterrein, maken de nieuwe bewoners zich zorgen over de mogelijke hangjongeren die het terrein zouden kunnen aantrekken. Ja, ik maak me in zoverre zorgen over jongeren. Ik vind het natuurlijk is heel goed dat jongeren allemaal voorzieningen krijgen binnen een bepaald gebied. Hè? Maar het gaat met name om de concentratie van activiteit, heel veel op een klein plekje. Waar ik me zorgen over maak is dat wij een woning hebben gekocht in een rustige omgeving. En ja, dat het verloren gaat. En waardoor verloren dan? Het doel volgens mij voor de mogelijke pumptrek en et cetera, ja, dat is toch voor jongeren. 50-plussers zullen daar niet vertoeven, ben ik bang voor. Ben je bekend met die zorgen? Die zorgen hebben zij ons ook kenbaar gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst. En daarbij hebben we ook afgesproken dat we integraal kijken naar een stukje veiligheid op het terrein, maar ook naar het terrein toe, zoals verkeer. Dus daar houden we rekening mee. Ik zie als oplossing voor de zorgen die we hebben, dus dat we gewoon vanuit het college of vanuit de raad een uitnodiging krijgen om deel te gaan nemen, zeg maar eventueel in een projectgroep. Waarbij we gewoon ook onze belangen gewoon heel helder kunnen neerleggen en kunnen aangeven van hoe krijgen we nou gewoon de aansluiting bij dit gebied. Dus dat het zo optimaal mogelijk wordt en dat hinder naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen wordt. Ja, we hebben de afspraak gemaakt dat als we straks de invullingen meer duidelijkheid hebben over waar het zwembad terechtkomt, dat we in ieder geval met hun samen gaan praten over de invulling van het groen. Want een van de dingen die ze zelf aangaven was geluidcumulatie voor alle voorzieningen. En we gaan daarbij ook kijken samen met hun hoe we daar, naast dat we daar onderzoek naar moeten doen, een goede invulling aan kunnen geven.